Ja, jongens, dit zijn nou onze toppers. Nee, wat gaan we precies doen? We gaan dubbelen. Het is dubbelen. 2 tegen 2. 2 tegen 2, ah. Maar Marleen, gaan we het meteen doen? Nee, we gaan eerst nog even trainen. Kijk, dames, goed naar Marleen kijken, hoe ik dat doe. Ja, mooi Marleen! Marleen, pak hem hoor. Ja hoor, dat is waar. In, binnen de lijn, dus gewoon erin. Hij was erin. Oké, dames, kom, we gaan trainen. Kom, hoppa, doei! Vertel, hoe gaan we beginnen? Yes, we gaan beginnen even. We hebben een grip. Je doet alsof je rekkend een hand geeft. Is iedereen rechts? Ja, ik heb 2 handen. Dat is wel een voordeel, denk ik. Lekker! Kunnen we 2 dingen doen? Of formeren een heel stuk? Of zeggen we nee, we verspreiden de krachten. Een hele goede bij een iets minder goede. Ja, ik denk het. Het is de sterkste team bij elkaar zit. Wat denken jullie? Ik denk dat het handiger is. Heb je zo meer kansen? De tweede grip is als je er duim maar achter zet. Dit is je backhand grip. Dus kan je hem eigenlijk gewoon een klein tikje geven en dan is hij er al over. En dat is gelijk de eerste oefening. We gaan hem even simpel houden, we gaan hoog houden. Ja, goed. Perfect, ga door. Zo. Moet je eigenlijk alleen maar bij een gym even komen? Ja? Ja? Als ik die meisjes kijk, die slaan in de lucht. Die ze zijn aan het hoog houden. Dat is een. Ik heb met de jongens die badmintonnen. Meestal als je begint met beginners, begin je met hoog houden. Maar ik zag ze spelen en ze zijn eigenlijk al voorbij dat allereerste beginnersniveau. Dus ik begin al een niveautje hoger voor. Heerlijk. Op de service lijn, de witte lijnen, wow, gaan we kort naar elkaar toeslaan. Hier serveer je dus. Ja, inderdaad. Oefen alvast maar voor de wedstrijd. Kasper, dit mag wel. Ik heb de shuttles van de mannen gepikt. En als ze komen, wij weten van niks. Dit is top. Ja, doe maar. Kasper. Is dat Kasper? Ja. Ze verder! Pak het op! Anders! Nee, nee, nee! Oh! Je hebt er 2, heerlijk, Kas. We hadden er genoeg, Kasper. Er lagen er hier nog een paar, dus helemaal goed. Aan het werk. Blijf rustig staan. Dit ja. Is goed. Klop, 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 klop. Goed gehaald. Goed. Ga door, ga even. Dames, trainen ze erop? Ja, ja. Heb je een beetje het gevoel dat jullie er klaar voor zijn? Ja, we gaan ze verslaan. Aha, heel goed. Denk jij dat zij toe zijn aan de finale? We hebben hard getraind. Kortom, ik denk dat ze er helemaal klaar voor zijn. Ik denk dat we een goede kans hebben. Als jullie lekker enthousiast zijn, goed bewegen, komt het goed. Hey, 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 hey.